Dit item wordt mogelijk gemaakt door Farmfood Hondenvoeding, het natuurlijke alternatief. Deze week hebben we het in het voedingsspreekuur met Maarten over grote en kleine honden. Want wat is het verhaal? Ja, grote honden die leven over het algemeen korter en kleine honden leven over het algemeen langer. Laten we eerst eens even kijken bij de rasexpert, wat die daar nou over te zeggen heeft. Er zit veel verschil in hoe oud een hond kan worden en deels is dat afhankelijk van hoe groot een ras is. We kennen extreem grote rassen, zoals de Mastiff, zoals de Duitse Dog en de Ierse Wolfshond. Dat zijn rassen die wel 80, 90 kilo kunnen wegen. We kennen extreem kleine rassen, zoals de Chihuahua en de Dwergpinscher. Dat zijn rassen die soms maar 2 kilo wegen. De extreem grote rassen worden vaak maar 6 tot 8 jaar oud. De gezondheidsproblematiek die daarin speelt, zoals gewrichtsproblemen en maagtorsies, kunnen oorzaak zijn van vroeg overlijden. De kleine rassen worden vaak heel oud, kunnen wel 15 tot 16 jaar worden in hele goede gezondheid. In Hildewart had het ook natuurlijk over extreme kruisingen. Ik heb er ook even een paar opgezocht. Ja, deze vind ik zelf erg schattig. Een dwergkees met husky. Mini husky? Ja, en dit is een chihuahua met een dalmatier. Ook heel bijzonder. Nou, deze is, vind ik zelf de mooiste. Dat is een kruising Jack Russell Labrador. Nou, je ziet alles erin, ja? Inderdaad. Ja. Maar vertel, we hebben nog niet helemaal een antwoord op hoe het nou kan dat die grote honden korter leven dan die kleine honden. Ja. Een kleine hond heeft een heel hoog metabolisme en een grote hond een laag metabolisme. Maar een grote hond die heeft veel meer lichaamcellen dan een kleine hond. En dus die cellen moet sneller vernieuwen. Ja, dus die Deense dog bijvoorbeeld, Duitse dog, hè? Ja. Die heeft meer lichaamcellen dan die kleine chihuahua. Ja. En omdat die cellen constant moet vernieuwen, kost een hoop energie. En hoe meer energie je verbruikt, hoe sneller je komt te overlijden. Maar goed, deze Duitse dog die heeft natuurlijk ook voeding nodig. Die weegt 70 kilo. Heeft wel een veel lager metabolisme. Een kleiner hondje heeft een veel hoger metabolisme. En om dat te laten zien, dit is de ochtendportie voor een Duitse dog van 70 kilo. Ja. Dit is de ochtendportie voor 35 kleine chihuahuatjes van 2 kilo. Die samen even zwaar wegen als een Duitse dog. Kleine hondjes hebben dus per kilogram lichaamsgewicht veel meer voeding nodig. Omdat hun metabolisme veel hoger is. Dan hebben wij het antwoord op de vraag. Dankjewel, Maarten. Ja. Dit item werd mogelijk gemaakt door Farmfood Hondenvoeding, het natuurlijke alternatief.